dichte zin in, bijvoorbeeld dart of dan met die toes. Ja. Ik heb wel een aangeven van dichte zin, ik heb niet. Ik heb van darten. Ja. Wie heeft er de betere muzieksmaak? Ja, sowieso samen. We hebben dezelfde smaak. Dezelfde smaak, hè. Kom op, man. Er zit muziek op de auto. Dat is maar. En hij vindt het prima. Ja. Maar, soms die Duitse slagers vind ik niks, hoor. Nou, voor hem John Mayer. Hè, toch? Ja. Ja, top muziek. Oké, dan blijven we even bij de muziek. Wie kan nog beter zingen? Wie is er het meest lui op de training? Die is duidelijk? Ja, nou, ja duidelijk. Het is niet lui, maar het is gewoon qua positie gewoon. Basic. Ja, tuurlijk. We hebben nu van die meters om. Ja, dan heeft hij altijd wat meer meters. Dat hij achter zijn man moet aanlopen. Wie geeft er meer geld uit? Ja, ik denk dan toch. Ik moet zeggen, Guus geeft ook veel geld uit, maar die doet het voornamelijk in zijn huis en alles. Alleen, hoe dit er soms bij loopt. Je levert dan wat in. Wie wordt er sneller dikker na zijn carrière? Nee, jong. Nee, Guus. Jawel. No way. Stel ik er 10 jaar nog eens op bij. Ja, liever niet. Wie heeft er langer nodig voor de spiegel? Nee, jongen. Ja, tuurlijk wel, maar het in paden staat, man. Tuurlijk wel. Ja. Ja, nee, ja, tuurlijk, dat is gelijk, jong. Wie zal er sneller op zijn duim slaan tijdens het timmeren? Kom, die weet ze ook, gozer. Die weet ze het vier linker engels. Nee. Gaat niet echt goed, mannen. Nee. Wie wordt er zelf na zijn carrière sneller trainer? Wie is de lieveling van de trainer? Ja, man. Ja, geen commentaar. Waarom is het Guus volgens jou? Ja, omdat hij meer loopt dan mij. En daar houdt de trainer van, dus... Wie scoort er eerder met een omhaal? Zo, die was overtuigend. Dit seizoen nog een keer? Ja, dat hoop ik wel, ja. Bijna weer fit, dus... Ja. Nee, maar dan moeten ze wel een keer goed voorgeven natuurlijk.